Hoi, leuk dat jullie kijken. Het is inmiddels dag 2 van de Buitenbux Readathon en tijd voor een update dus. Ik heb inmiddels mijn tweede boek uit. Mijn doel was, zoals jullie misschien wel hebben gelezen op mijn blog, om deze week iedere dag een boek uit te lezen. En het begin was al heel erg goed, want toen las ik Lev uit van Jean Ryan. En het was een heel erg gaaf verhaal. De recensie staat inmiddels op mijn site. Dus wil je die lezen, dan kun je hieronder in de beschrijving op de link klikken. Tof boek! En vandaag heb ik mijn tweede boek uitgelezen. En dat is het boek De Uitnodiging van W. Paul Young. En dit is het boek wat ik heb gekregen van Michelle voor de genre swap. Het is niet helemaal mijn gebruikelijke genre, maar ik heb er ontzettend van genoten. Ik heb het 5 sterren gegeven. De recensie, daar moet jullie nog even op wachten, want ik heb met Michelle afgesproken dat onze recensies komende vrijdag online komen. Dat zal zo rond de middaguur zijn. Dus ja, ik heb het in ieder geval 5 sterren gegeven, dus kijk zeker uit naar die recensie. En na zo'n uitstapje naar een vreemd genre dacht ik, ik ga nu eventjes terug in mijn wat meer vertrouwelijke vaarwater. Dus ik ben begonnen aan het boek Gesplitst van Neil Schusterman. Het is een dystopische roman waarin het mogelijk is om kinderen op te geven als splitser. En dat houdt in dat wanneer ze 16 worden, dat hun organen geoogst worden en verdeeld worden onder andere mensen. Om zo zeg maar de overbevolking tegen te gaan. I know, sounds very creepy, maar daar hou ik wel een beetje van. Dus ik ben hier heel erg nieuwsgierig naar. Het begin is zover is hartstikke goed. Ik ben op bladzijde 50 ongeveer. En ja, dit is dus boek 3 wat ik ga lezen voor de readathon. Ook heb ik gisteravond meegedaan aan de Twitter-chat, of in ieder geval aan de eerste helft van de Twitter-chat, want zo halverwege begaf opeens mijn internetverbinding het. Dus ja, het was wel een goede reden om weer verder te gaan lezen, maar ja, ik baalde er wel van natuurlijk, want het was net zo gezellig. Ik heb een aantal leuke boekenbloggers leren kennen, en ook ontdekt dat er meer Nederlandse booktubers en boekbloggers zijn dan ik eigenlijk dacht. Alleen de meeste van hen die bloggen dan in het Engels dus. Het is even zoeken, maar er zijn heel leuke Nederlandse boekbloggers te vinden op internet. Ik zal zeker eventjes aan het eind van de week een lijstje maken van de blogs die ik heb ontdekt tijdens deze Buitenbux Readathon. En dan zal ik erachter eventjes zetten welke in Nederland zijn en welke niet, zodat jullie een kijkje kunnen nemen op hun site, want die zijn absoluut de moeite waard. Er is gisteren een voorstel gedaan voor een meeting van boekbloggers of booktubers. En ik geloof dat het idee is om in Amsterdam een meeting te organiseren. Maar ik weet dat er in de Facebookgroep van de Dutch boekbloggers ook weer gesproken wordt over een meeting in Utrecht. Dus dat is nog eventjes afwachten. Maar het lijkt me natuurlijk wel hartstikke tof om met een lekker grote groep van boekbloggers / booktubers bijeen te komen. Dus we kijken wel wat de toekomst brengt. Maar het is wel een hele leuke reden om mee te doen aan de Buitenbux Week, omdat je heel veel leuke mensen ontmoet. Natuurlijk zijn er vandaag ook weer uitdagingen online gekomen en daar heb ik natuurlijk aan meegedaan. Dat waren 2 challenges vandaag. De eerste was Books to Music en daarbij moest je een soort van playlist maken voor een boek wat je hebt gelezen of een boek wat je bezit of voor zomaar een willekeurig boek. En de tweede opdracht was verzin een alternatieve titel voor een boek of wat een, ja, voor een boek. En ik heb beide opdrachten gedaan met de gedachte aan Lev van Jean Ryan. Ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om andere booktubers en boekbloggers te ontmoeten tijdens de readathon, maar ik vind de challenges toch wel echt het leukste deel, want ja, het dwingt je om op een andere manier naar boeken te kijken. Zo met die bookspine poetry, dan ga je helemaal richten op de ruggen van de boeken. En met het verzinnen van een playlist bij een boek, dan moet je zeg maar echt het gevoel zien te vangen. Want ja, wanneer je een liedje hoort, dan krijg je er toch vaak een bepaald gevoel bij. En ja, dan ga je zoeken of je linken kunt leggen tussen een liedje en het boek. En de liedjes die ik heb gekozen, die vind ik heel erg passen bij het idee van iemand die op zoek is naar zijn of haar grenzen en hoe ver je is bereid te gaan om ja, iets te krijgen wat eigenlijk tegen de normen en waarden ingaat van die persoon. Dus vandaar dat ik die liedjes heb gekozen. En ja, ik denk dat de titel die ik heb gekozen als alternatief voor de huidige titel, dat dat vrijwel self-explanatory is. Dus ja, dat waren de opdrachten en dat was mijn update voor vandaag. Als jij meedoet met de readathon, dan ben ik heel erg benieuwd naar hoe het jullie vergaat zover en wat je al hebt gelezen. Laat het achter in een comment en ik zie jullie weer in de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Doei!